Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben niet zo heel erg lekker, maar daarom wil ik juist deze video opnemen, want daar ga ik heel erg blij van worden. Ik heb namelijk voor het eerst in mijn leven iets gekregen van Rituals. En Rituals is voor mij, denk ik, samen met Lush een van de merken waar ik echt heel blij van word. Zeg maar, als ik daar iets cadeau van krijg, maak je me heel gelukkig. Als ik daarvan iets voor mezelf koop en ik ga ermee douchen of wat dan ook, dan word ik zo blij. Ik vind dat gewoon een fantastisch merk, dus ik vind het geweldig dat ik van hen de adventkalender heb gekregen. Hij is echt huge. Ik zal in de beschrijving even een linkje zetten en de prijs. Het is niet gesponsord, maar ik heb hem wel gekregen. En dan gaan we er naar kijken. Hij kwam echt gisteren binnen en ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb geen idee wat erin zit. Dit is hem. Echt een mega cadeau lijkt het gewoon. Echt een cadeau. Echt heel erg benieuwd daar. Je kunt hem... Oh, op de achterkant staat wat er allemaal in zit. En het zit best wel handig, die strik. Want je kunt het er met een elastiek van afhalen. Ik ben echt zo iemand die dat dan houdt om te herbruiken. Maar dat... Oh, je kunt hier dus omschrijven voor wie die is. Dat is ook leuk. En je kunt hem echt tillen. En hij is mega zwaar. Ziet er verder best wel simpel uit. Maar wel heel kerstelijk en classy. En het is dus de Ritual of Advent. Advent Calendar. En er zit heel veel in, zo te zien. Ik ben echt zo nieuwsgierig. Weer heel anders. Oh ja. Oké. Nu ziet hij er echt uit als een adventskalender. Dat vind ik wel tof, want eigenlijk zit hij dus al ingepakt. De meeste adventskalenders moet je echt nog even inpakken. En dit is eigenlijk een cadeauverpakking en erin zit dus wel echt de kalender. Ze hebben volgens mij een 3D variant en een normale 2D. En dit is de 2D. Wauw. Ik heb het natuurlijk nog gemaakt met de... Oké. Hij valt wel uit elkaar, maar dat maakt voor nu niet uit. Maar dan kun je hem dus mooi neerzetten. Ik zal het zo even afhalen. Hij is echt zwaar. Oh, hij glimt heel erg. Dus dat gaat misschien een beetje storend zijn. Ik ga gewoon lekker meteen beginnen. Heb je er zin in, doe even je duimpje omhoog. En bij 600 duimpjes omhoog zal ik nog een adventkalender voor jullie gaan unboxen. Laat ook vooral weten welke je wil dat dat is. Pakje 1. Oké, dit kan echt niet. Kijk het licht. Als deze in beeld komt. Ik doe het wel even zo. We kunnen jullie het niet zien, maar... In vakje 1 zit de Oriental Vetiver Private Collection kaars. En deze, waar ruikt het naar? Niet mijn soort geur, maar ik vind hem alsnog heel lekker. Ik kan het niet beschrijven, ik ben heel slecht in geuren beschrijven. Maar het ruikt een beetje... Eerst dacht ik aan een soort van lakensbeddengoed, maar eigenlijk ruikt het ook best wel erg naar parfum. Maar ik vind het heel lekker. Ik zit te denken, waar zou ik dit neerzetten? Niet echt in mijn woonkamer. Ik weet niet. Het is echt een parfumgeur. Ik vind hem interessant. Nou, jullie kunnen deze video dus niet echt meezoeken naar het goede vakje. Want dat is niet te doen met deze shiny calendar. Ik hoop dat dit er wat makkelijker uitgaat dan bij de NYX calendar. Gaan we weer. Auw. En mijn nagels zijn niet eens lang nu. Nou. Jongens. Ik ben zo benieuwd wat er allemaal in zit. Ik heb natuurlijk bij Rituals wel echt mijn fave lijn. Zeg maar, wat ik fijn vind. Vooral de Ritual of Ayurveda, die roze. Maar van Rituals, wat ik zeg, echt alles wat ik van Rituals zou krijgen, vind ik leuk. Wat is dit? De Tulip en Japanese Yuzu Body Mist Amsterdam Collection. Ja, vind ik niet echt een bijzondere geur. Ik zit te denken, hè, want jullie waren bij de NYX kalender zo enthousiast dat ik dingen aan jullie wilde weggeven. Maar ik dacht echt, bij deze wil ik niks weggeven, want ik vind alles geweldig. En wat ik niet geweldig vind, vind mijn moeder geweldig en mijn vriendinnen. Maar ergens denk ik, ja, jullie zijn wel mijn trouwe kijkers, dus waarom gun ik jullie niet wat? Dus alles wat ik niet geweldig vind, gun ik gewoon weer even jullie. Dus ik maak er weer een winactie van. Hij zal wel iets kleiner zijn, want ik denk dat ik heel veel toch wel gewoon zelf wil houden. Maar zoals dit vind ik niet fantastisch, waarom geef ik hem niet weg? Gaan we naar 3. Oh, wat is dit? Oké, ze moeten er echt weer iets aan gaan doen dat die dingen wat makkelijker uit de kalender zouden zijn. Maar dit viel mee. Dit is The Ritual of Dao. Bringing peace and tranquility into your life. Night balm for the hands. Dit ruikt, ja, ook niet zoet of zo. Oeh.
Deze geur spreekt mij niet heel erg aan, maar hij ruikt wel heel lekker, maar niet mijn soort geur. Maar dit voelt zo lekker op je handen en ik heb in de winter echt hele droge handen, dus die wil ik toch wel zelf houden. En ja, dat vind ik wel heel chill. Heel vettig, maar trekt snel in. Let's go on to vakje 4. Ik zie iets in het vakje wat ik geweldig vind. Ik heb expres ook niet gespiekt, zeg maar, op de website wat erin zou zitten, dus ik heb geen idee. Maar dit is mijn leven. Dit is de Ritual of Ayurveda. De Harmonizing Foaming Shower Gel. En dit is... Oh, deze had ik vroeger altijd in het groot. Toen de V&D nog wel eens... Toen de V&D überhaupt nog bestond en Rituals acties had. Toen kocht ik vaak zo'n set. Ja, dit maakt mij heel erg blij. 5. Wat vinden jullie trouwens van de kalender? Ben ik wel benieuwd naar. Ik vind hem toch wel vrij simpel. Of zo, voor Rituals. Maar misschien... Vinden jullie dat niet? Er zitten denk ik wel veel neutrale geurtjes in. Omdat inderdaad waar ik van hou, dat is wel heel zoet en overheersend. En dat moet ook leuk zijn voor mannen en mensen die niet van zoete geuren houden. Dus dat is zonde, want nu maak ik hem kapot. Ja, nu heb ik hem kapot gemaakt. Nou, het gaat er echt niet uit. Ik heb het doosje nu dus helemaal kapot gescheurd. Dit is de Soap Bar Holy Lotus en Organic White Tea. Ja, ik gebruik altijd blokzeep. Maar dit is ook niet echt helemaal mijn geur, dus die geef ik wel even aan jullie. Het doosje is helaas wel kapot gemaakt door het mes. 6. Dit is een The Wonder Mask. Purifying face mask with charcoal and black mud. Dit is een maskertje waar je waarschijnlijk water mee moet doen. Ik heb ook zo'n speciaal bakje ervoor, dus dat is wel chill. Het voelt heel gek en bijzonder, want het voelt alsof er niks in zit. En er is ook een spateltje bij. Dus dit vind ik wel heel leuk voor mijn maskercollectie. Er is een product van Rituals wat ik ooit aan mijn vader heb gegeven, waar ik echt obsessed mee ben. Dat is een... Ik weet niet of dat nog bestaat. Zo, ik moet echt voorzichtig zijn. Dat is een handscrub. En als je daarmee je handen wast en je scrubt het eerst, laat het echt een ziek lekker olielaagje achter. Maar hier staat dus The Ritual of Sakura Softening Rice Scrub. Maar is dit... Dit is voor op je huid. Ik ga het gewoon even voelen. Wow. Ja, dit hou ik sowieso zelf. Lekker! Ja, dit is echt zo'n product wat Rituals maakt, naar mijn mening. Gewoon zo'n hele fijne scrub. Hij laat niet echt olie achter, maar hij ruikt nog zo lekker op mijn hand. Ja, dat vind ik gewoon de fijne producten, echt. Love it. Heel lekker. We gaan alweer naar 8. Hebben jullie trouwens al een adventkalender gekocht of opengemaakt? Laat me even weten. Doen jullie eraan? Ga je het voor jezelf kopen? Ga je het vragen aan iemand? Oeh, dit is een kaars. Dit is de Sacred Saffron Private Collection. Oeh, wat is dit voor geur? Kan ik weer niet uitleggen, maar is een beetje mannelijker. Sensueler. Wel een interessant geurtje. Wat ik ga doen, ik ga aan het eind van de video 5 producten kiezen die ik weer aan een van jullie weggeef. Want ik wil gewoon heel veel zelf houden en ook aan familie geven en zo. Maar dan kies ik 5 producten uit die jullie weer kunnen winnen. Een van jullie. En dan laat ik over ongeveer 2 weken weten wie er heeft gewonnen. Laat even je contactgegevens achter, Instagram of mail. Dan contact ik 1 iemand over ongeveer 2 weken. Kan soms iets langer zijn. Duimpje omhoog op deze video en abonneren. En laten weten dat je meedoet. En dan maak je kans op dat pakketje. Laat aan het eind weten wat de 5 producten zijn. Gaan we naar 9. Is dit voor je lippen? The Ritual of Namaste Hydrating Ampoule Booster. Ampoule. Dit is zo'n... Oh ja. Oh, deze hoef ik niet per se zelf te houden, want ik krijg heel vaak van Babor dit soort ampullen. Dus misschien wel leuk om erbij te doen. Tot nu toe is mijn mening dat ik wel denk van... Ik weet niet precies wat die kost, maar het zal best wel wat kosten deze kalender. En ik zou zelf dan liever dat geld uitgeven aan een mooie set van bijvoorbeeld de roze lijn. Zodat ik echt producten heb die ik heel leuk vind. Want er zitten toch wel veel producten in die ik niet zelf zou kopen. Het is heel leuk omdat ik het nu gratis krijg. Maar snap je wat ik bedoel? Dus so far mijn mening. Er zit ook een gebruiksaanwijzing bij. En er staat trouwens ook, er zijn allemaal leuke dingetjes aan de binnenkant van de vakjes. Hier staat bijvoorbeeld Oh Holy Night Balm, protect and soothe your hands while you dream of Christmas miracles. En hier staat
Twinkle, twinkle, give your complexion a smoother appearance and a refreshed and a radiant look. The ritual of Namaste, hydrating and pool. Dus er staan allemaal hele leuke tekstjes aan de binnenkant over het product in de stijl van kerst. Dat is wel heel leuk. Die grote dingen spreken me toch wel aan. Wat is dit? Ik ken dit ook allemaal niet. Dit is de ritual of Hammam. Black soap, refreshing, eucalyptus en olive oil. Het ruikt echt lekker. Het doet me echt denken aan sauna door de eucalyptus. Nourishes your skin and gives it a silky softness. Ik denk dat het zeep is voor je gezicht. Interessant. Oh. Dit is een scrub handschoentje. Die hoef ik sowieso niet, want ik heb er zelf heel veel. Altijd zit er zoiets in. Op zich zit het wel een handig product om te hebben hoor, als je het niet hebt. En het past goed bij de dingen in de kalender. Je kunt lekker de douchegel inscrubben als je ervan houdt. Oeh, iets van Happy Buddha. Dit is een shower gel, een mini sweet orange en cedarwood. Voor mini ziet het er wel echt heel chic uit. Ja, ik heb van de Body Shop en van L'Occitane een hele bak met allemaal minis. En soms douche ik er thuis mee, soms neem ik mee op vakantie, soms geef ik het cadeau. Ik word heel blij van minis. En deze geur is ontzettend lekker, die kennen jullie waarschijnlijk wel. 13. Zou het een nagelvel zijn? Een kwast? Een nagelvel, yay! Een hele saaie basic nagelvel. Het zat ook bij de Body Shopper in. Ik heb het niet nodig, maar prima. 14. Come to mama. Merry massage. Stay balanced during the hectic holidays with the ritual of Ayurveda Vita Dry Oil. Dit is een dry oil voor body and hair in mijn lievelingsgeur. Huh? Hij ruikt niet naar de... Hij ruikt niet naar hoe ik hem ken. Ruikt wel heel lekker, maar hij ruikt niet naar de Ritual of Ayurveda. Hoe kan dat? Is het veranderd van geur? Ik heb het al lang niet gekocht. Het ruikt wel heel lekker en het is een hele lekkere olie. Het ruikt naar iets van Lush. Oh, dit is een hele fijne olie, dat wel. Heerlijk. Oh, dit is echt zoiets wat je in je tas doet. Oh, lekker. Ik heb al heel veel olie in mijn haar, maar... Heel fijn voor je gezicht... Oh nee, voor je body en je hair. Lekker. Ik snap het niet zo goed, want het ruikt heel kruidig. Naar kaneel en ik begrijp het niet. Daar ruikt deze nooit naar, maar ik vind het wel heel lekker. Raar zeg. That's weird. 15. Steek ik iets van een potje. Zeep weer. Weer een kaars. Savage Garden. Oh, dit was Oriental Vetiver. Dit is Savage Garden. Die vind ik niet zo lekker. Ik denk dat ik die eerste zelf wil houden. Dit ruikt naar... Geen idee. Maar niet mijn geur. Wel prima. Zeker niet vies. Ik hoop dat er ook iets voor je lippen of zo in zit. Een make-upje. Dit is weer een masker. What is this? Oh, leuk. Miracle Wipes. Organic Aloe Vera en Lotus Flower Make-up Cleansing Wipes. Ik haal mijn make-up niet weg met wipes, maar met spul. Maar ik vind het wel heel fijn om in mijn tas te hebben. Ja, gewoon lekker om even op te frissen. Leuk, ken ze niet. 18. Een groot iets. Winter Warrior. Dive into ancient samurai traditions with the ritual of samurai foaming shower gel. Weer foaming shower gel, maar nu dus de ritual of samurai sport. Het ruikt denk ik een beetje mannelijk. Oeh. Ja, deze moet ik echt wel even aan een man geven. Vind ik zelf ook wel lekker. Maar dit is wel echt zo ideaal. Want ik heb nooit mannen cadeautjes op voorraad liggen. Dus dit gaat bij mijn cadeautjes voorraadkast. Ideaal voor als er weer een man een cadeau verdient. En ik een leuk pakketje wil samenstellen. 19. We gaan er best wel snel doorheen. Oh, dit is een matching iets. Oeh. Dit is de Ritual of Samurai. Shower gel, maar dan ice. Dat krijg je waarschijnlijk... Koud, zeg maar zo'n fris gevoel. Ik vind dat heel lekker zelf. Weer sport. Oeh, deze geur ruikt bekend. Dit vind ik heel chill. Misschien ga ik die wel zelf houden en niet aan een man geven. I don't know. Ik ga het later allemaal even bekijken. Maar dit vind ik heel lekker ruiken. Het ziet er heel mannelijk uit. Het is ook voor mannen, denk ik. Maar ik vind het heel chill. Er zitten wel weinig vrolijke, zoetige dingen in. Kennen jullie dat ook? Of ligt het aan mij? 20. Ritual of Namaste, Purify, Natural Skincare, Velvety Smooth Cleansing Foam, Moringa en Holy Lotus. Lekker. Ja, ik gebruik elke ochtend en avond een cleansing foam. Ik vind foam heel fijn.
Ruikt natuurlijk en schoon. Weer niet waar ik zo heel happy van word, maar wel heel lekker en fijn, daar niet van. Gaan we nu al naar 21. Weer een booster. A 7-day Christmas glow. Reveal your inner glow and fight the first signs of aging with this face oil. Apply 3 drops for radiant results. Dit vind ik heel lekker. Een pure olie. Ik doe elke avond olie op mijn gezicht. Dit vind ik ook echt heerlijk. Ruikt gek. Pure radiant oil. Heerlijk. Ga ik zeker testen. 22. Hey, ik heb 17 overgeslagen. Zonde, want je kunt die doosjes maak je helemaal kapot. Hier. Dat is stom, joh. Weer een ampoule booster. Op zich wel heel leuk dat het erin zit. Zo rond de kerstdagen kan iedereen dat wel gebruiken. 22. Een kaars. Weer een zwarte. Dit andere was Scared Saffron. En dit is Precious Amber. Die ruikt heel sterk. Ja, ik zou het zelf niet branden, maar wel echt cadeau geven. Het is wel echt een chique kaarsje. Allemaal, alle kaarsjes. 23. We zijn er al bijna doorheen. Dit is nou leuk. Dit is de Happy Buddha Buddha Belly Body Cream. En dit is gewoon heerlijk. Ik weet, voor heel veel mensen is dit hun fave. Dus ik ben heel blij dat dit erin zit. Ja, die ruikt gewoon ontzettend lekker. De producten die ik heel fijn vind, hebben ook wel een wat grotere inhoud. Wat groter formaat. Dus dat vind ik zelf heel leuk. Echt die bestseller items, zeg maar. Ik denk ook niet dat ik de enige ben die die producten het fijnst vindt van Rituals, toch? Die Happy Buddha, Ritual of Ayurveda, de Rise lijn. Echt hun bekende lijnen. Oh, en als laatste sluiten ze af met hetzelfde als die Body Mist. Van de Amsterdam Collection. Tulip and Japanese Juzu Handwash. Maar echt een best wel kleine verpakking voor een handwash. Ja, ik ken deze geur. Ik weet niet waarvan, maar zo ruikt die body mist dus ook. Het doet me aan denken aan iets van vroeger. Het doet mij niet heel veel, die geur. Maar wel mooi dat dit van metaal is en wat chiquer is. Want sommige van die producten zien er wel wat goedkoper uit. Zoals dit zijn echt original rituals verpakkingen, weet je wel. Maar ja, dit vind ik voor best wel wat cheaper aanvoelen. Niet dat het uitmaakt of zo. En dan was dat de hele kalender. Ik wil niet zeggen dat ik teleurgesteld ben. Maar wat ik echt wel, wat ik net al zei. Ik zou die kalender niet kopen. Ik zou dan echt dat geld besteden aan lekker een paar fave full size producten die ik heel fijn vind. En ook niet heel veel waarvan ik denk, oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Wel gewoon heel chill omdat ik het heb gekregen. Maar ik ben wel benieuwd naar een aantal producten. Maar niet zo benieuwd dat ik het zelf had gekocht. Snap je? Wat geef ik aan jullie weg? Deze Japanese hand soap en de body mist. 3 van de kaarsjes. En dat zijn al 5 producten. Maar ik geef ook het zeepje weg. Vrij simpel, maar toch. Ik weet dat jullie er blij van worden. Deze natuurlijk. De vel. En 2 hydrate boosters. Ik denk nu echt van, oh ja, ik haal alle leuke producten zelf. Maar ja, dat is misschien ook zo. Maar ik weet zeker dat er mensen zijn die dit alsnog heel erg graag willen winnen. Dus wil je dit winnen? Even abonneren, liken en laten weten in de reacties. En dan ook zeker je duimpje omhoog doen. Want bij 600 duimpjes omhoog zal ik weer een kalender unboxen. En laat me dus even weten naar welke kalender jij heel benieuwd bent. Misschien unboxing die wel de volgende keer. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat echt even in de comments weten wat jij van deze kalender vindt. Want misschien is jouw mening heel anders dan die van mij. En ik ben in ieder geval heel blij natuurlijk dat ik dit heb gekregen. Maar omdat ik hem heb gekregen ga ik er niet mijn mening door laten bepalen. Dus vandaar dat ik mijn mening heb gegeven. Alsof ik hem zelf zou hebben gekocht. Heel erg bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei!